We kijken hier naar de interface van de Humax TV Plus Media Player. Normaal zit er HDCP beveiliging op. We hebben geluk met onze videograbber dat hij niet de videograbber heeft herkend. Waardoor we toch even kunnen laten zien hoe deze interface eruit ziet. Want de interface van de Humax ziet er best netjes uit. En normaal met HDCP zou er dan een grote waarschuwing overheen liggen. En zou je dus niks zien. Dus vandaar dat we even heel blij zijn dat we dit kunnen laten zien. Nou, wat opvalt is dat er zitten twee eigen appstores op. Die van de Humax en de NL App Store. In de NL App Store daar vind je alle belangrijke Nederlandse apps. Voorgeïnstalleerd standaard zijn Netflix en YouTube als mede. Nog de eigen camera-app van Humax. Nou, hier zie je dus alles wat er in de Nederlandse App Store staat. Opvallende verschijning is een spelletje Patience. En natuurlijk wel een van de meest succesvolle spelletjes voor Windows aller tijden. Dus ergens is het ook wel logisch dat erbij zit, maar echt helemaal Nederlands is het natuurlijk niet. Hij had best in de internationale App Store mogen staan. Nou, als we verder kijken in dit rijtje, dan zien we hier bij de Humax apps zien we dus allerlei internationale apps. Vooral Duits en ik heb het idee dat er ook wat Italiaans tussen zit. En vooral heel veel vaag spul. Deze selectie is puur gebaseerd op wat werkt nou heel goed met de afstandsbediening die bij deze media player wordt geleverd. Wil je de andere apps, Android apps opzetten, is dat geen enkel probleem. Maar dan moet je ervoor kiezen om te sideloaden. En dat sideloaden doe je via een USB-stickje. Daar zet je een APK-bestand op en dan via de via bestandsbeheer, zeg maar, kom je daar wel bij. Humax sluit hem niet helemaal af, maar echt heel makkelijk maken ze het niet om andere apps te installeren. En dat heeft er vooral mee te maken dat ze dus die hele Humax TV Plus beleving gewoon veiligstellen. Willen zorgen dat alles wat je erop doet, dat het gewoon werkt. Nou ja, die iCamera net, die even bij zich komen, die app, die heeft te maken met een beveiligingscamera van Humax. Die kun je dus ook direct raadplegen vanaf deze media player. Voor de rest de instellingen, wat je juist hebt gezien, ja, allemaal versimpelde interfaces van de instellingen. Zoals we die in Android kennen, maar ja, we hebben echt teruggebracht. Dus geen dingen die niet keihard nodig zijn. Je kunt overigens wel in het standaard instellingenscherm van Android komen, dat wel. Nou, hier zitten we in de Netflix app. En je ziet dat het ziet er gewoon allemaal keurig uit, precies zoals je dat verwacht. En opvallend genoeg, we kunnen hier in HD kijken met 5.1 geluid ook nog eens. Nou, je ziet het, hij is eventjes aan het upscalen nog. Hij moet nog even achterkomen dat hij gewoon over een hele dikke glasvezelverbinding beschikt. Maar je ziet, het is al hoger dan de SD-kwaliteit. Daar gaat hij er heel even onderuit met de verbinding. De wifi-verbinding is niet geweldig van deze Humax TV Plus. Daar zijn we heel eerlijk in. Op het moment dat je hem op UTP, hè, dus direct op een kabeltje aansluit, dan krijg je wel gewoon echt prachtig scherp beeld. En dat is leuk. Humax is de eerste die eigenlijk een generieke Android-versie gebruikt. Gewoon Android 4.4.x. En daarvan Netflix in Full HD op mag streamen. Dus wat dat betreft heeft Humax hier echt wel een primeur. Omdat eigenlijk tot nu toe alleen maar Android TV-boxen en tv's in Full HD mogen streamen. Dus dat is heel erg mooi. Ze hebben daarmee een enorme primeur te pakken. Nou, wil je meer weten over deze box? Check dan even de link onderaan de video. Die brengt je naar Gadget Gear. Daar lees je de hele review van de Humax TV Plus.